Goedemorgen op deze zondagochtend. Marlie is net wakker. Hey! Memphis is al een tijdje aan het dansen op mijn TikTok-filmpjes van Knesse Held. Memphis, laat eens zien. Ga je dansen? Yay! Kijk hem dan losgaan. En daar komt Marie met haar vingertje. Wat is ze, lieverd? Wil ook aandacht. Wat heb jij aan, Memphis? Laat eens even zien, voorkant. Wauw! Je bent gewoon QVL staff. Ja. Staff, ja. Met je eigen naam erop. Mooi, hè? Mooi, hè? Dan ga ik het bed even dekken, goed? Hallo? Hi. En Mali, vandaag zijn we allemaal in het wit. Remco misschien net ook, maar hij is daar naar de Albert Heijn. Want we waren helemaal vergeten water te halen gisteren. Want we hebben vandaag een clinic in Eindhoven weer. En ja, het is weer warm vandaag. Volgens mij is dat de laatste dag dat het echt zo warm is. Maar ja, daar heb je wel heel veel water nodig. Dus dat is die even gaan halen. Kijk eens, daar zit de familie weer. Zit Manfred in de stoel? De support staat. Ja, Manfred moet in de stoel. Hij wilde zich zelf vastzetten. Wat grappig. Belangrijk. Vandaag is het wel iets drukker dan voorheen. Vorige keer. Oh. Nou, de clinic is net gestart. Of de try-out moet ik het dan zeggen. We hebben vandaag iets meer coaches. Je ziet daar op de achtergrond de potentiële coaches van Eindhoven. Anne is er weer en in het wit. Daar is Sarah, Viola. Zo grappig, zij is gewoon... ze heeft me verrast, ik wist niet dat ze kwam. Ze is van Brussel. Samen met haar zou ik en nog iemand zou ik België gaan opzetten. Maar goed, toen kwam corona, dus is ze maar hier naartoe gekomen. Oh, en even dit ook nog. Kijk Marlie dan. Ze staat gewoon op. Gewoon opgegaan. Goed gedaan, mensen. Ja. Eindhoven is goed voor je dan, hè? Ja. Ja. Oh, meisje toch. En Memphis trouwens mee aan het doen met de dames. Maar nu moet je weer terug, hè? Dit is echt het beste ding ever. Hoe heet dit? Een fidget toy. Fidget toy? Ja. Dus dan heb je allemaal knopjes. Kijk, knopjes zonder geluid, met geluid. Dingen die draaien, met geluid, zonder geluid. Dit vooral, dit vind ik heerlijk. Oh mijn god, mijn OCD wordt aangewakkerd. Nee, dat zet dat verhaal wat ik net vertelde over dat vrouwen beter zijn in sommige dingen wel in een heel ander perspectief. Dit, hè? Doei! Jullie lopen het patroontje, ik doe niks. Wat jullie doen is, begint hier, de bal of de voet of de been waar de bal is, die is altijd naar voren. Memphi. Je loopt hier, je gaat... Tussen die pionnen door. En hier komt de bal naar toe. Go! Sorry. Ready? Go! Ready? Go! Hey, maar lieve vriendinnetje gevonden. Mev, niet zo jaloers doen. Ja, 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 ja. Wat gaat zij nou weer doen? Oh, oh, oh. En nu ga je met haar lopen. Ja, ze springt. Ja. Kom maar lopen. Kom maar lopen. Kom maar lopen. Waarom boksen? Gaan we naar huis zo? Hi. Hi zo. Ja. Het is nu 6:15. Het is best lang. Ja, dat was best lange dag. Het is de langste clinic ever. Het was, het is niet zozeer dat de clinic lang duurde, maar het was een hele nasleep. Heel lang staan praten. Ja, er kwamen mensen en ook meiden van de clinic bleven hangen en zo. Super gezellig op zich. En de coach, je wil toch even dat niet
fabrieken, zeg maar, onderbreken. Dus we bleven daar ook en Mev was aan het spelen met een random meisje. Een meisje kwam ineens, eerst had ze alleen aandacht voor Mali, dat vond hij verschrikkelijk natuurlijk. En ineens ook voor hem. Ja. Heb jij ooit zo hard zitten zweten dat je oogleden, dus hier dit plakt aan elkaar? Zeker. Ja? Zeker, ja. Dit plakt nu, als ik dus omhoog blijf. Nou, welkom in de wereld van plakkende oogleden. Ogen, en dan als ik naar beneden wil gaan, dan voel je gewoon alsof het uit elkaar trekt, zeg maar. Ja, dat. Echt raar. Hoe voelt dat? Raar, zeg je. Ja, precies. Ik heb even gedacht van, we gaan hier even uit eten, maar dat wordt hem toch niet. We gaan naar huis en waarschijnlijk gaan we een Spurs bestellen. Ja, we niet gedaan het weekend, hè? Yep. Dus dat moet dan. Dus ik had gisteren gekookt, maar toen was ik de camera kwijt om het te bewijzen. Je hebt wel gekookt? Ja, ik heb wel gekookt, dus bevestig het even. Moet je hier even... Ja, ik zou wel iets van koude cola of zo willen. Ik kan me even bevestigen. We gaan niet eten. Voordat je dat denkt, maar dit is zo'n gave McDonald's. Dit is de old school hoe McDonald's ooit begonnen was, zeg maar. Het is ook de eerste logo nog. Maar de rij voor de drive is niet zo leuk, schat. Is dit een rij voor de drive? Daar moeten we nu achteraan gaan. En voor cola. Nee, dat gaan we niet doen. Maar kijk hoe leuk dat is. Dit is gewoon oude stijl Mac. Daar heb je dan de nieuwe logo, maar binnen is het echt een diner stijl. Jammer dat je dat niet kan laten zien nu. Nee, nu niet. Maar we gaan dus weer. Kijk de diner. Kijk de, de logo, het is echt mooi. Ja. Jammer dat je alleen hier dit hebt. We zijn inmiddels thuis. Ja. En het is buiten echt niet meer wat het was. Nee. Kijk dan. Het is gewoon donker. Ja, doe maar snel alles opruimen. Ja. Zou je telefoons ook niet vergeten daar? Ja, we regelen nog niet. Of het, nou, het lijkt erop alsof het binnen nu in een paar minuten gebeurt. Ja, voor je het weet. Ik ben het aan het securing the stuff. Ik heb eten besteld en dan gaan wij lekker binnen zitten. Het is goed geweest voor deze week. Het is een goede afsluiting onweer. Ja. Ja, toch? Een hele warme week, ja. Ja. Best wel. Maar het is er nog niet, het onweer. Ja, maar... Dus moet je eigenlijk nog even opnemen straks. Ik voel het komen. Dus je kunt pas afsluiten als het... Je hebt een bruine kop gekregen, voor zover je dat niet al had trouwens. Ja. Dank je. Ja, ik heb altijd bruiner willen zijn dan dat ik ben. Nou, je bent nu bruiner dan je eigenlijk bent. Vind je ook niet groot? Ja, dat zei je ook. Ja. Oeh, zie je die bomen? Yeah. Dit is het beste moment ever, al is dit niet nodig, hè, Mev? Dat hebben we afgesproken. Je zegt je zusje, kijk verbaasd. Niet doen. Niet doen, dat is niet aardig. Mev! Wat zeg ik nou? Dan krijg je je spelen helemaal niet, hè? God, ik snap niet waar die agressiviteit vandaan komt. Tot overmaat van ramp. Vanmiddag had hij een meisje dus gezien, wat hij leuk vond om mee te spelen. En dat meisje had alleen maar aandacht voor Mali. En dat vond hij natuurlijk verschrikkelijk. Dus hij is een beetje gevoelig nu. Extra gevoelig voor Maya. Eeuw, je hebt je handen niet gewassen, dat is vies. Ze probeert niet zijn speet te pakken en dat gaat nogal agressief. Mev, niet bijten in de vingers. Niet doen. Ja, nu heeft hij het door, Mali. Dit is echt hilarisch. Mev, niet slaan. Ja, niet doen, niet doen. Zij doet nu niks, hè? Oh my god, dit is echt hilarisch. Yo, ze heeft hem. Nee, wat? Mev, klaar nu. Nee. Je mag niet eens meer mee, hè? Nee, je mag niet eens meer mee. Mimi is van Maya en dat weet zij. Je hebt hem gepakt van Maya. Zitten jullie nou in de regen buiten? Ja, ik wil regen ervaren. Ja, regen ervaren, nou. Een soort van tropische regen, maar... Als het nu keihard begint te regenen, lijkt het me wel mooi.
Ja, maar het gaat ook gewoon door. Het is een wikkel, hè? Oh, oh mijn god. Ik voel die druppels al. Gewoon blijven zitten, hè. Ja, lees ook gewoon door, zie je. Je ziet ook de tafel steeds natter worden. Ja, 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 zeker wel. Mali komt er ook bij. Kijken. Hoi. Ben je compleet? Mali, Mef, bedoel ik. Kom, kom. Kom naar binnen. Kom. Het is nat. Het is nat, hè? Oh. 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 Lekker charmant. Ja, het is wel lekker afgekoeld. Ik moest ook op Mali's kamer, toen ik haar naar bed bracht, haar raam dicht doen. Want het kind was een beetje bang voor onweer. Ik ken ze niet. Heeft ze nog nooit eerder meegemaakt. Ik zie er ook volgens mij heel moe uit. Ja, dat doe ik. Ik ga de vlog afsluiten. Het is nu 9:30. Remco gaat eten, hoor ik. Wat, ga je eten? Broodjes smeren. Broodjes smeren met wat? Met vlokken. Vlokken? Ja. Sinds wanneer eet jij vlokken? Lekker gezond ook, om 9:30 s'avonds. Ja, lekker. Net als ik me van gisteravond hazelnootpasta op een brood heeft. Wat was het? Nee. Wel? Nee. Chocoladepasta? Nee. Ja, heb je wel? Nee. Wel? Wauw, oké, fijn. Ik ga de vlog afsluiten. Vandaag ben ik trouwens niet naar mijn moeder geweest. Want 1, het lukte niet qua tijd. Maar 2, ze wilde het ook niet. Dus morgen krijgt ze wat uitslagen en spreekt ze de arts. Dus dan horen we ook misschien wanneer ze weer naar huis komt. En natuurlijk heb ik weer een lijst met dingen gekregen die ik dan moet meenemen. Dus als ze langer moet blijven, moet ik die spullen dus meenemen. Zo niet, dan niet. Dus, goed ja, en dan komt ze gewoon uit zieken bij ons thuis. En ik hoop dat dat snel is, want ik heb geen zin meer om iedere dag naar die naar het ziekenhuis te moeten. Maar goed, morgen ga ik wel even. Oh mijn god, morgen hebben we ook die bruiloft. Morgenavond. Maar dat is om 9 uur, 's avonds pas. Ja, maar ja, ik ga alleen voor het feest. Ik ga ik in mijn feestjurk naar het ziekenhuis, serieus? Ja, dat moet ook wel. Nee, ja, ik ga wel gewoon iets eerder. En dan ga ik gewoon weer vroeg weg. Ik ga niet een uur blijven daar dan. Ja, oké. Okay.